Goedemorgen. Ik ga de Runners bellen nu en vragen of ze een minuut of vijf dat ik ze terugbel, dat ik hem terugbel. En dat hij dan in de Duitsland in komt. Ja? De Sliert. De eerste zit er bijna in België. De zon. De zon. Ja, ja, zomerzon, het een hele oude hoor van de makkers. En normaal gesproken heeft hij op zondagmorgen natuurlijk muziek op klompen bij Radio Hoogzwaard. Maar vandaag zijn we geen Radio Hoogzwaard, we zijn lekker Roepa Roem Radio. Goedemorgen, bedankt voor mijn nabij. Jullie zien er nog heel fris uit. 1884. Ziet er goed uit die bus, mag wel een stofzuiger hoor. Team 203, veel sterkte de laatste kilometers! Wat allemaal voor het goede doel! Jullie zien er nog heel fris uit, heel vrolijk! Dit is wel erg fris, oh! 234! Jullie trekken gewoon mee. Ja. En dan gaan we nog 110. Hele goed. Ja, ja, ja. En dan gaat hij met z'n allen die handjes. De dromen. De haas loopt voorop. 92. En dan kom je naar bijna, dan zie je een bekende. Hey, dan ziet er goed uit. Die step bij jou. Half 255. Ongelooflijk optreden van jongen, deze jonge dames in Volwijk. En de ouders die nog een jongen bij. Oh, dat had je niet gezien, man. Ik ben zo'n tijd al wat ik als mijn was zo. Ik had er
geef ze een ontzettend applaus, de Puppies! Ze hebben aan de familie van de Joodse vrienden uitgevoerd. Via uitgevoerd voor het land in Afghanistan. En nu dus hier voor het oude raadhuis van Sevilla. Lia, hartelijk welkom. Ik ben Lia. Maar ook het hele team. We gaan kijken naar de blauw team. Niet dat ze blauw zijn, weet je niet. En daar komt het team uit Bijenlof! Met burgemeester Titelaar op de fiets. Het team met nummer 37, hallo, hartelijk welkom in Bijenlof. Team nummer 37. Kijk eens van het team uit Oud Bijenlof. Gaat razendsnel. De organisatie is bijzonder trots op u, dat u op deze manier hier langs de lijn staat. Langs de lijn. Met een eer getoond natuurlijk aan Bob Spaak. Met de sportverslaggever die gisteren is overleden, trouwens, op 93-jarige leeftijd. He says.